We zijn bij Jeroen Hatenboer op het gemeentehuis. Wethouder hier in Enschede. Ja, inmiddels wel. Ja. Maar wij kennen elkaar natuurlijk van, ik denk, jaren 80. Ja, inderdaad, we kennen elkaar. Ik heb naast Samsung gewoond. Eigenlijk aan de achterkant. Aan de achterkant, ja. We zaten altijd in de lekkere geurtjes. Ja, tegenwoordig is dat anders. Je moet allemaal geurfilters op het dak en zo. Maar goed, toen ik daar begon in 83, toen stonden die flats er helemaal niet. De ene flat was in aanbouw en aan de overkant was gewoon op een zandvlakte. Dat kan je nou helemaal niet meer voorstellen hoe die stad zich ook op die manier veranderd heeft. Ja. En ik wilde daar juist naartoe, omdat ik had een huis verkocht met een beetje geluk. In Hengelo woon ik toen. En toen had ik zelf geld om een bedrijf te beginnen en dat wilde ik heel graag. Maar ja, als je niet zoveel hebt, dan moet je op een plek gaan zitten waar je toch wel in gelooft, maar waar je niet het van een ander over hoeft te nemen. Goodwill, inventaris. En dat pand, het staat er nog steeds, is nog steeds als horecabedrijf in gebruik. Dat is, dat stond toen leeg. Ze hadden bij de gasmeter waren de leidingen afgezaagd. Dus er moest alles aan gebeuren. En dat is juist leuk. En als je niet veel geld hebt, dan zijn dat precies de pandjes die je zoekt. Ik heb regelmatig natuurlijk bij je gegeten en jullie waren bekend om de stoofpotjes, hè? Ja, dat was in de jaren 80 was het uit eten gaan naast de Chinees kwam een beetje in. Dus had je de bistro's potje van de Schouwburg, daar heb ik zelf jaren gewerkt. En je had bistro De Graaf, maar dat was eten van houten plank en een biefstuk erop en een sausje erbij. En ik vind zelf, als je wat nieuws begint, moet je ook proberen wat nieuws te bedenken. En waren natuurlijk ook de biefstuk en de varkenshaas en de spies. Volgens mij heeft Samsung dat nog steeds wel. Maar je moet daarnaast iets zoeken waar je uniek in bent. En toen was ik een keer bij Alink. Dat vind ik altijd net een museum, want daar hebben ze zoveel dingen. En Alink had kleine BK-pannetjes. En die BK-pannetjes kende ik nog van de lagere school. Mag je in het keukentje op de lagere school, of de kleuterschool heette dat toen nog. En dat waren van die zwarte pannetjes met een deksel. Ik denk, als ik nou eens iets kan maken, wat ik daarin kan doen. En zo is het eigenlijk begonnen. En toen was speciaal bier was heel populair. Ja. Dat was toen echt iets nieuws, hè, dat die trappisten en wit bier, dat is nu allemaal algemeen goed. Hoegaarden. En toen ging ik met Chimay heette dat, trappistenbier. En toen gingen we rundvlees. Eigenlijk gewoon stoven in bier met suiker. Bruine suiker zat erin, laurier en allemaal dat soort dingen. En dat werd een hele leuke stoofpot. En die serveerden we in dat pannetje. En dat was, daar werd toen wel over gepraat. Oh, dat was nieuw en spannend en anders. En eigenlijk was het een hele gewone bijna huiskamer, keuken ding. En toch had je het gevoel dat je, dat was speciaal. Dat was leuk, zo is het begonnen. Ja, wat ook leuk was van Samsung is, het is veel jeugd kwam er. Dus, en mensen die in het centrum wonen, die graag even bij je eten. Ja, weet je hoe we dat bedacht hadden? Ook de naam, hè. Een naam moet pakkend zijn. Je moet hem makkelijk kunnen onthouden. Hij moet allitereren. En het moet natuurlijk de lading dekken. En Samsung was bedacht van... Het gaat over eten en drinken, dat is Samsung. Het gaat over mensen die samenwerken, dat is Samsung. Nou, zo hadden we een hele reeks gemaakt van dingen dat allemaal Samsung is. En ik vind dat we dat ook wel in de praktijk uitgevoerd hebben. Omdat we toen de Zuiderhagen nog een beetje een dood straatje was. En er zitten nu leuke kleine winkeltjes en zo, dat hebben we allemaal later bedacht. Maar je moest dus iets hebben waardoor mensen dachten dat het heel vol was. En toen hadden we de dagschotel gemaakt. Ja. En doordat je om 5 uur dan gelijk mensen binnenkreeg, en die zetten we allemaal voor het raam. En als je mensen voor het raam hebt zitten, dan trekt gelijk ander aan. Dus we hebben die dagschotel eigenlijk ook om die manier gebruikt om mensen te trekken. Dus we hadden op het laatste, dan zat het rond 5 uur vol. Maar er waren allemaal hele andere mensen dan die om 7:30 kwamen eten. En er waren dat weet je zelf wel. We hadden een dagschotel abonnement. Er waren mensen die kookten nooit thuis, die kwamen altijd. Dus we hadden een goede krant en mensen kenden elkaar. Dus dat geeft een leuke sfeer. Zo is dat een beetje opgebouwd en bedacht. Maar het is natuurlijk ook wel, als je de horeca en dat soort offers brengt, is eigenlijk, ik vind het volgens mij een levensstijl. Want je bent dag en nacht met je werk bezig. Ja, doe ik nu nog steeds. Ja, dus houdt nooit op. En jullie woonden geloof ik boven zo'n toen nog wel, He, en het is altijd, dus Samsung was er toen? Ja, ook dat was altijd Samsung, dat klopt.
Maar dat is, ja, nee, goed, ik ben, als ik iets doe, dan moet ik het leuk vinden. Ik heb een paar simpele spelregels. Je moet jezelf kunnen blijven. Het werk wat je doet moet meer dan de helft leuk zijn. En je moet je iedere dag kunnen verbazen of verwonderen. Nou, als één van die spelregels niet werkt, dan zit je niet goed in je vel en dan ben je je omgeving tot last. Dus ik probeer me aan die spelregels te houden. En als het niet meer voldoet, dan hou ik op met wat ik aan het doen ben. Dus in die jaren heeft gewoon eigenlijk het centrum van Enschede op zien bloeien qua... Ja, dat is helemaal uitgegaan. Ook dat het uniek toen was het heel onveilig. Ja. Er waren veel ruzies. Nou, dat was net zo in jaren 70, eind jaren 70 veranderde dat. Zag je gewoon dat het verdriet van de textiel was er nog wel, maar die stad was zich toch wel weer een beetje aan het oprichten. En toen, ja, dus de luiken gingen letterlijk ook van de cafés af. En Fairport was daar wel trendzettend in. Dat was Jos Smits en Nico Stoop. En die hadden daarvoor bij Cockney's gewerkt op de Oude Markt. Ik dacht dat allemaal nog weten. Ja, leuk. Ja, Cockney's. Maar goed, die begonnen voor zichzelf Fairport. En ik kwam daar 's middags altijd en ik ging niet zo vaak naar school, dus ik ging vooral daar zitten. Ja, en toen, nou, dan help je even mee dit en help je even mee dat. En voor het weet sta je achter de bar, haal je de glazen op, maak je de play schoon. En nou, zo ben ik daar een beetje ingerold. Maar toen zat ik nog wel op school. En uiteindelijk ben ik definitief in de horeca terechtgekomen. Denk ik dat... Ja, mijn eerste echte horecabaan fulltime was bij de Schouwburg, bij het Spotje. Dat was in 79. Maar daarvoor zat ik op school in Hengelo, deed ik een HAVO. Maar die heb ik niet afgemaakt. Dat was 4 en 5 HAVO. En toen woonde ik op, waar ik een huisje in Hengelo, ik woonde toen op mezelf al. En toen dan ging ik wel naar school, maar ik was meer aan het werken. Toen werkte ik in Hengelo bij de NAR. En dat was een ontzettend leuk café. Maar dan ging ik, voordat ik naar school ging, ging ik eerst de boel schoonmaken. Dan ging ik naar school en dan ging ik daarna terug na schooltijd om weer achter de bar te werken en in de keuken. Nou, en op een gegeven moment toen ben ik naar Enschede meer gevraagd ook. Door Peter Rusler, de kater was al begonnen, die kende ik, daar voetbalde ik mee. En toen ben ik daar gaan werken. En dat heb ik tot 79 gedaan. En toen, ja, toen hadden we een keer een discussie, geloof ik, over vakantie. En toen, nou, ik ben ook al eigenwijs. Dus toen denk ik, nou, ik ga toch. En toen kwam ik terug en toen had ik niet gelijk werk. En dan een beetje dat soort dingen wat er dan speelde. En toen werd ik gevraagd bij de Schouwburg, wil je niet bij ons komen werken? En daar heb ik, totdat ik met Samsam begon, heb ik daar gewerkt. Dat was een hele leuke tijd. Als je kijkt naar de ontwikkeling van Enschede vanaf de jaren 50 tot nu, wat zie je dan eigenlijk? Nou, dan zie ik een stad die natuurlijk afscheid nam van een verleden, hè, van een heel heftig verleden met heel veel rijkdom en die zich eigenlijk met heel veel veerkracht aan het herstellen is en nog steeds bezig is overigens om die slagen te maken. Maar dat is wel iets waar we samen trots op kunnen zijn. Die generaties die daar gewerkt hebben, die hebben daar echt met elkaar de schouders onder gezet en daar kun je echt trots op zijn. Ik ben ook trots op de stad. Ja, ik ook. Heb je ook het idee dat er in het verleden gewoon, dat ze het in het verleden eigenlijk worden vergeten? Ja, dat is wel een mooie vraag. Dat was niet alleen een idee, dat zie je ook terug in de stad. Daarom is er zoveel gesloopt. Al die fabrieken die zijn gesloopt zonder dat het direct een aanleiding was. Uiteindelijk zijn die plekken wel volgebouwd. Maar als er wat meer van mag blijven staan, waren we een veel karaktervollere stad nog geweest. Omdat die textiel heeft ons ook groot gemaakt zoals we nu zijn. Hè? Enschede was helemaal niet groot. En naast de textiel zat er natuurlijk meer. We hebben de Grols eigenlijk gekregen, maar ABN is hier. Ja, maar die stad ontwikkelt zich prima. Dus maar dat soort dingen zie je wel terug. Dat is ook zeg maar de verandering van tijd en politieke opvattingen. Toen wilde men echt afscheid nemen van het verleden. En dat is heel rigoureus gedaan. En nu is veel meer van, ja, maar je moet je verleden nog wel kunnen zien. Ja, goed. Ik heb gewoon alles gevraagd. Mooi, dankjewel. Was leuk. Dankjewel.